kunnen als PvdA nog met de beste voorstellen komen, maar daar hebben we niks aan, want mensen vertrouwen ons niet meer. Ze hebben het vertrouwen in de PvdA verloren. En dat vertrouwen moeten we gaan terugwinnen. En ik denk dat een heel belangrijk onderdeel daarvan gaat zijn, is dat we weer meer op het gevoel inspelen en minder op de ratio, minder op het beleid. Heel duidelijk zijn, hè, wat drijft ons nou als sociaaldemocraten om de wereld beter te maken? We hebben daar onze idealen, die zijn ook niet weg, maar die moeten we weer voorop stellen en wat minder technocratisch worden. Voor mijn gevoel staan we op dit moment echt op een kruispunt. De tweedeling in de maatschappij begint echt op dit moment echt vormen aan te nemen waar ik me niet meer prettig bij voel. En als ik zo om me heen kijk, is dat ook waar het juiste sociaaldemocratie een antwoord op zou moeten hebben. Het antwoord vind je niet alleen maar bij één persoon. Daarvoor heb je die hele vereniging nodig. Wij kunnen het met elkaar. Het zijn grote vraagstukken waar we voor staan. En dat kun je niet alleen maar aan een fractie overlaten in Den Haag. Of alleen maar aan een kleine groep bestuurders. Dat zullen we met elkaar moeten doen. Met onze sociaal-democratische waarden is namelijk helemaal niks mis. Wij weten wat we willen. Wij weten welke kant we uit willen. Dat zijn de antwoorden die we met elkaar zullen gaan onderzoeken. En uiteindelijk ook gaan beantwoorden.